Mijn naam is Esmee Moes en ik ben een interieurontwerper in opleiding. Ik ben geboren in Giethoorn, een rustig dorpje omringd door veel natuur. Wellicht dat ik daardoor als kind geïnspireerd ben geraakt door de omgeving. Ik vind het dan ook erg belangrijk om in mijn ontwerpen te werken met natuurlijke materialen en rustige, neutrale kleuren. Ik hou ervan als er een balans is en een mooie overloop in lijnen en grafische vormen. Een van mijn grote voorbeelden is op dit moment ook het Scandinavische bureau Norm Architects. Ik vind het belangrijk om ontwerpen te maken waarin rust en natuur zijn verbonden. En mijn doel is dat ik uiteindelijk zo ontwerp dat, als mensen uiteindelijk in een ontwerp staan, zij de emotie voelen die ik wil overbrengen. Emoties kunnen geuit worden in een bepaalde ruimte. De ruimte moet een bepaalde sfeer uitdragen, zodat mensen zich daar fijn in voelen. Op het moment dat de ruimte iets doet met de mens, geeft ze dat rust en maakt dat hun dagelijkse leven beter. En dat is iets waar ik graag naartoe zou willen gaan in mijn werk. Na mijn middelbare schoolperiode en mijn tijd op de modeopleiding ben ik geïnspireerd geraakt door het stylen en etaleren. Toen wist ik uiteindelijk dat ik daarmee verder moest gaan en ben ik de opleiding interieuradviseur en styling op de Jan de Boffry College in Amsterdam gaan volgen. Vanuit deze opleiding liep ik stage bij Space & Matter, waar ik met het echte vak in aanraking kwam. Ik mocht meewerken aan een ontzettend groot project. Dit was het Suites Hotel in Amsterdam. Ik was zo enthousiast en besloot door te studeren aan de Academie in Deventer. Het is daar dat ik een eigen visie en stijl verder kan ontwikkelen, zodat ik mijn uiteindelijke doel kan behalen. Een zelfstandig ontwerpster worden en met mijn werk anderen kan inspireren en de wereld om ons heen net een wat mooiere plek te maken dan dat het al was. De programma's waar ik op dit moment mee werk zijn Vectorworks, SketchUp, Adobe programma's en Twinmotion. Ik teken met de hand en heb onder andere kennis over kunstgeschiedenis, designers, materialen en bouwkunde. Door deze kennis toe te passen in mijn werk, hoop ik uiteindelijk om nog zoveel mogelijk te mogen ontwerpen en daar mijn doelen in te kunnen behalen. Want één ding weet ik zeker, dit is mijn passie en een deel van mijn leven.